8 maanden later komen weer dezelfde agenten bij op bezoek. En die zeggen: meneer Hoesijn, vanochtend om 6:15 uw jongste zoontje bij een bombardement gesneuveld. Hoesijn Sanusi verloor zijn zoon in het IS-kalifaat. Zijn dochter radicaliseerde en nam het hele gezin, inclusief kleinkinderen, mee naar Syrië. Hoesijn bleef wanhopig achter. En daarover vertelt hij deze ochtend in Rotterdam-Lombardije. Het sterkste wapen van IS, tot nu toe eigenlijk nog steeds, is social media. Ik wil zeggen, uit mijn hart, je raakt mijn hart heel erg. En ik wens je heel gelukkig. Dank u wel. Het komt goed. Het IS-kalifaat is zo goed als verdwenen. Maar u zegt dat probleem, dat is er nog steeds, dat gevaar. Ja, dat is die naïviteit die er is. Hè? Het kalifaat is gevallen, IS is verdreven. Maar de ideologie is nog even sterk als 5 jaar geleden. Als je het vermoeden hebt dat er wat aan de hand is en dan in de kant van radicaliseren. Ik zou sowieso contact opnemen met de wijkagent. Want vergis je niet, hè, dat is een hele belangrijke persoon in de samenleving. Wat is nou de eerste stap die je doet als je zoiets hoort? Voornamelijk contact maken. Kijken hoe de gezinssituatie is, achter die voordeur komen. En eigenlijk het gesprek aangaan met de mensen. Dat is het heel allerbelangrijkste. Ik heb ze ook zien vertrekken. Gewoon van Nederlandse ouders. Dus met groene ogen, blonde haren. Maar die bekeerd waren, maar de verkeerde kant hebben gekozen. Schrikt u ook een beetje als moeder als u het allemaal hoort? Van ja, kijk, het kan eigenlijk iedereen gebeuren, zoiets. Tuurlijk. Wij moeten overal kijken, onze kinderen niet. Ja. In de school, telefoon, tablet. Met wie gaat onze kind, met wie praten, denk ik. Trek aan de bel, schaam je niet en ontbreek dat taboe en wees niet beschaamd. De kleinkinderen verblijven in een vluchtelingenkamp in de regio en zijn allebei ziek. Hoesijn hoopt dat ze snel naar Nederland kunnen, al lijkt dat nog een lange weg.